Yo mensen, ik ben Jeroen, ik heb gedaan. Vandaag ben ik hier weer opnieuw samen met... Het is Mark, vuurpoot. Oh my god. Snel spring in het water. Je poot staat in de fik. Hoe vaak is die grap al gemaakt? Wat? Hoe vaak is die grap al gemaakt? Dat mijn poot in de fik staat, vrij vaak. Ik wist het. Maar wat wij vandaag gaan doen is gaan eventjes... ik ga Mark aan het werk zetten om dit in te richten, want dat kan ik niet. Ja. En ik ga mijn best doen om dit gangetje echt heel episch te laten lijken. Succes. Zeker, dankjewel. Jij ook. Succes mee. Volgens mij kan er op dit moment niks spannen in je kelder trouwens, dus dat is wel mooi. Al kan er niks in spannen, dat is wel nice. Ja, het is vrij donker, maar ik heb gecheckt wat het light level is en het is nog hoog genoeg op elke plek. Dat is wel nice dan. Ik wil ook even ergens furnaces hebben. Furnaces. Furnaces. Even kijken. Ik heb alleen een heel slechte inrichting idee van hoe je muur goed in kan richten. Hoe je een muur moet maken? Ja, ik was nou hier aan de zijkant iets aan het doen. Dit met die oak en die birch is op zich wel leuk. Ja, is dat een... beetje contrast met de kamer hier, want het is allemaal donker en dan is die ook best licht. Ja, weet ik. Dan heb je een beetje lichter voordat je naar buiten gaat. En is deze gang nog redelijk vrolijk en dan pas kom je in de creepy kelder van je room. Ja, ik bedoel, dan kunnen mensen die langslopen en door het raampje naar binnen kijken, weet je, van die verhuurders. Oh, dat is een leuke plek, dan lopen ze naar binnen en dan komen ze in de creepy kelder van je room. Trouwens, ik bedenk maar iets heel randoms. Ik wil een martelstoel maken. Wat zei? Stoel, weet je wel, hier beneden neerzetten. Zo'n martelstoel, ja. Nou, eigenlijk heb je die niet nodig bij het brewen, dus ik zou niet weten waarom je die hier zou hebben staan. Maar... Nice. Ik dacht heel random, dacht ik aan een bordje wat Jurgen op mijn huis heeft geplaatst. Dus als ik het opnemen met de mysterieuze Jurgen, toen kwam Edeldier Jurgen. En heeft op een dak zet een bordje waar hooi op staat. Nee, dat is best wel creepy. Dat is best wel creepy, hè. Alleen, je ziet hem super slecht. Je moet weten waar hij staat, anders loop je er zo voorbij. Nu wil ik het zien ook. Dan wil je het zien ook, oké. Ja, ik wil het zien ook. Kijk. Oh, daar. Hoi. Hoi. Wauw. Mooi aandenken. Het is gewoon een soort van... Mooi aandenken. Nou, net zoals jij met Jurgen met de walvis aan het opnemen was. En ik opeens langs kwam met hoe we gingen eieren naar elkaar gooien. Tuurlijk, dat is hartstikke random. Maar dat mag hier. Je mag eieren naar iedereen gooien. Oh, hey, dit is best wel vet. Dit is gewoon alsof het zo'n afvoer is of zo. Dat heet een schoorsteen. Ja, Nederlands is een beetje moeilijk voor mij. Ik verdrink me wel in dit badje hier. Nee, doe het niet. Nee! Praten. Nee, de tijd voor praten is voorbij. Het spijt me. Het ziet er zo random uit, hè. Hier, dit mijn laatste woorden zijn. Sneeuwbal in je gezicht. Ah, god. Ah, kut, dan ben ik eruit. Nou, YOLO, dan verdrink ik maar niet. Dan verdrink ik morgen wel weer. YOLO. Weet je wel, gewoon YOLO. Laat ik het verdrinken even zitten voor vandaag. Ja, weet je, dat kun je altijd. Ik kan niet elke dag verdrinken, dus... Waag ik wel. Toch geen span. Dat is waar. Dat is waar. In principe kun je zoveel zelf moet plegen als je wilt. Net zoals in dat paleis dat we gemaakt hebben in die desert. Er is ook een torenkamer en uit de torenkamer kun je springen en kun je zelf moet plegen. Dat is wel... Fucking handig. Super. Weet je, als dan iemand zegt YOLO, dan sla je hem eraf en dan komt hij erachter dat het helemaal niet zo is. Ja, en dan stopt hij misschien met het zeggen, waarschijnlijk niet, maar er is altijd een kans. Ja, dat kan wel. We zeiden vorige aflevering, zeiden hij voor mij ook echt 10 keer YOLO, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat is gewoon zo'n ding dat je zegt. Ja, en aan de andere mensen zeggen van, oh my god, hou er nou eens mee op, je bent zo kinderachtig als je dat heet het zegt. En wij zijn zo van, dan zeg ik zo van, ja of niet. Gewoon als je met YOLO, wat maakt het uit? Ja. Laat ons kind zijn. Ja. We willen geen saaie volwassenen zijn, wij zijn kinderen. Als mensen tegen minderjarigen zeggen dat ze kinderachtig zijn, dan moet je gewoon terug zeggen, ja maar ik ben ook een kind.
Dat zeg ik ook heel vaak. En dan zeg ik van, ach, je bent echt eigenwijs. Dus van, nee, maar het is toch zo? Weet je wat je dan moet zeggen? Nou. Eigenwijs is ook wijs. Dat is waar. Dan is hard. Dan wordt ze chagrijnig. Wat? Dan wordt ze altijd helemaal chagrijnig. Maar dat maakt niet uit, ik YOLO. Nou, oh, wait, wat is dat? Het is leuk om mensen te burnen ook, hè? Ja, zo van, burn. Misschien met vlinderstiel of zo. Kutgrap. Nee, ik doe het gewoon met mijn poot. Oeh. Hey, er staat er achter een gebouw. Waar? Bij de treinrails in de buurt. Nou is je weggegaan bij mij. Zo'n heel groot blauw gebouw. Wat is dat? Oké, wacht even. Het is best wel creepy opeens. Want ik... Conquest heeft van die random creepy muziekjes als je in het donker bent. Dus ik loop door je kelder heen en ik hoor opeens het muziekje. En het wordt opeens heel erg creepy. Dus ik ga snel naar buiten. Veiligheid. Maar dat gebouw is een heel groot standbeeld voor Jurgen. Oh, Jezus. Ja, oh, dat is waar jullie het net over hadden. Dat de fanboys niet zijn toegestaan. Ja, precies. Fanboys die maken allemaal standbeelden. En Maarten heeft ook Jurgen zijn skin aan. Ja, dat had ik gezien. Maar dan met een kroontje. Een kroontje erop nog wel, weet je wel. Dat is het typische wat ik zie als fanboys, weet je wel. Die pakken dan de skin van een YouTuber die ze leuk vinden. En dan doen ze er een kroontje op en ze veranderen de kleur van het haar of zo, weet je wel. Of van de jas. En dan is dat hun skin. Ja. Ik heb echt zoiets van, wauw, why? Dat heb ik ook, ja. Dat heb ik ook, datzelfde gevoel. Ik denk, ik zet mijn rend, het is dus hoger. Alle mensen die kijken die dat als skin hebben, als jij dat leuk vindt, ga je gang. Alleen, meestal zijn dat soort mensen best wel fanboy. Meestal wel. Ja, als je geen fanboy bent van die persoon, waarom doe je dan die skin? Waarom draag je dan zijn skin, weet je wel? Ja, oeh, ik zit tussen schaap. Maar ik heb dus net mijn rend, het is hoger gezet, maar ik zie minder ver. Want ik moet alles dan weer opnieuw laden. Dat is niet heel erg handig. Nee. Heb jij wol of zo? Misschien kunnen we een tapijt maken. Zo'n creepy tapijt, weet je wel. Hier staan wel schapen. Trouwens, nee, doe maar niet. Want in Conquest heb je van die huiden die met connected textures heb je van die tapijten die lijken op huiden. En dat is heel erg creepy, maar dat kan niet in elke texture pack. Dus dat is een beetje jammer. Tuurlijk, dan heb je... Ja, ik heb hier nou gewoon faithful. En dan zijn het gewoon vierkantjes. En dan zijn het gewoon hele mooie vrolijke tapijtjes. Ja. Maar even zien, ik ga even, weet je, ik heb geen zin om beter te wachten tot jij eigenlijk een zo'n ding hebt, weet je wel, zo'n brewing stand, dus ik ga gewoon zelf eentje halen. Wow, zijn dit cadeautjes? Is dit Sinterklaas? Oh, wow. Oh, wow, wordt gebeld. Wacht even, wow. Dat was een knipje van wow, zo'n knipje. Nee, er werd gebeld. Je hebt geen vuurpaard. Vuurpaard? What the fuck vuurpaard. Zeg je? Vuurtaart. Is dat niet een Ponyta? Weet je wel, die Pokémon? Ja! Ja, Ponyta of Rapidash. Rapidash. Maar dat is meer een vuur-eenhoorn. Vuur-eenhoorn. Ik heb even broomstand met wat waterbottles erin gemaakt. Oké, wacht. Leg maar uit. Hoe werkt dit? Oké, nou, wat we eerst nodig hebben is trouwens even wat netherwort, want dat is de basic ingredient. Oh, die moet je nou natuurlijk ook nog eventjes groeien, hè? Als je nou gewoon een heel, heel klein farmpje maakt daar beneden in die kelder waar het nog net past. Heel waar vaak, past het? Ik neem aan dat je niet constant de hele tijd gaat potions maken. Misschien wel, weet ik veel. Ligt eraan wat voor buik ben. Ben ik ongesteld, dan niet, maar weet je. Als je heel erg vrolijk bent, dan... Een kwaadaardige buik moet ik hebben, hè? Kwaadaardige buik. Ja, oké, ik pak wel even wat netherwort dat ik zelf heb. Als ik het kan vinden. Ik heb echt skills in vinden van mijn spullen in mijn chesten. Alles ligt door elkaar. Oh shit, ik heb hier een paar stukjes. Oh, wel, ik heb nou een vet idee. Als je terugkomt naar het huis, dan kan ik wel laten zien wat ik bedoel. Ja, wacht even. Ik pak even wat soul sand, want anders kun je het niet groeien, weet je wel. Dan moet ik eerst soul sand vinden. Logisch. Daar is de soul sand. Daar is de soul sand. Hebbes. Oké dan. Weet je wat grappig is? Ik heb nou op mijn kanaal heb ik deze survival en ik heb nog een singleplayer survival. En met deze survival is dit deel 9 volgens mij. En heb ik al 10 keer beter huis dan in mijn singleplayer survival bij aflevering 40. GG. Ja of niet? Kijk, je hebt gewoon hulp maar van allemaal mensen. Maar jammer is, we gaan hier binnenkort wel gaan we weer ergens anders gaan bouwen, want dit dorpje is een beetje vol. Ja, die gaan een indianendorpje bouwen toch? Ja, klopt. Nice. Oké. Maar ik zat dus een ideetje, hè.
Ja. Wat nou, als je hier dan gewoon een klein beetje neerzet, dat ze van, ah, oké, er zit Netherwards, is leuk ingericht. Maar, dan ga je hier door het water, naar een plekje beneden, wat je dus niet ziet, een geheime voorraad waar superveel Netherwards staat. Dat is wel fancy, wacht even. Ik heb eerst even een ideetje voor dat kleine beetje. Een ideetje voor dat kleine beetje. Dat remt ook gewoon, hè, daar heb ik niet eens over nagedacht. Wauw, dit is gewoon echt geweldig. Ik moet gewoon dichter worden, ik dicht gewoon terwijl ik niet eens door heb. Dat is wel goed. Oh, weet ik, er wordt zo'n plantenbak zat op het jaar. Zo wou ik nog even wat bloemetjes naast me uit. Kijk. Dit zal niet zo heel snel groeien, want het groeit beter in het donker. Maar het maakt niet uit. Waar, maar dat is gewoon spannend. Dus ook mobs als ik het ergens ga planten. Nou ja, nee, je kunt gebruik maken van hoe mobs spannen. Ze spannen waarschijnlijk niet op plantjes van Netherwart, omdat het rekent als een blok. Ah, dus je moet gewoon helemaal vol stampen en dan spannen er geen monsters. Ja, dus je moet het gewoon helemaal vol gooien. Oké. Dus dan moeten we hier eigenlijk eventjes een klein gangetje maken. Even kijken, als je er een hekje tussen... Oh wacht, dat kan ook natuurlijk zo'n ding, of course. Een ding, een ding. Ding. Een ding, ja, dat is een ding. Hallo. Hallo. Oh. Hoe leg je dit water maar hoe overleeft zo'n vuurpoot nou in het water? Oh kut. Kut. We dronken daar ook nog een fucking stuk vast. Oh, wacht, nog, ik heb een ding. Oh, zo. Yes. Goed zo. Ja. Yes. Ik heb erover nagedacht. En de puls. Redden levens. Wel de krant. Het opeens random zo in de krant, weet je wel. Zo, en de puls. Redden levens. En dan kijken andere mensen zo die Minecraft kennen. Zo, what the fuck is dat? Wauw. Zeker, dat is wel... Ik dat in de krant gaat komen. Zeker. Dus trouwens, over een krant gesproken... Ik was eerst met Settlercraft op Edeldier. Toen had ik erin per ongeluk verteld van dat ik Outlast ging spelen op Edeldier. En toen kwam er zo'n iemand, die had zo'n krant. En had ze opgeschreven, Jeroen gaat Outlast spelen, dus op de voorpagina. Krant met op de voorpagina? Ja, ik zal die foto meteen wel doorsturen. Is dat gewoon een troll van iemand? Nee. Ja, het was zo fucking random. Nee, het was zo'n... Het was gewoon zo'n plaatje van een krant en dat ik voor mij met paint of zo had opgeschreven. Oh, hij heeft gewoon een krant gemaakt. Oh, dat is best wel geniaal. Ja. Eigenlijk. Dat is best wel een baas. Thumbs up voor hem. Ja. Ik vond het echt heel grappig. En nou kun je erin. En nou... Oh my god. Hoe groot wou je die Netherwart van? Nou, waarschijnlijk ga ik het niet heel veel doen. Dus het hoeft niet extreem groot. Maar het is wel grappig als je hier komt en dan zie je dan een beetje... Het is niet extreem groot, maar wel redelijk groot. Ja, nou, kijk, ik weet dat de Elven City echt een enorme Netherwart farm heeft. Ja? Je hoort niks gehoord. Dat mag ik waarschijnlijk eigenlijk niet zeggen. Maar ik weet zeker dat Jurgen de enige is die het erg zou vinden. De Mysterious, en die kijkt toch geen video's van Edeldier. Oh Jurgen, als je wel kijkt, het spijt me. No hate. Maar dit is niet eens op Edeldier, hè? Oh, dit is op jouw kanaal. Ja. Kijkt hij al helemaal niet. Dat kijkt hij voor mij echt helemaal niet. Je zit... Oh my god. Er zit... Iron. We kunnen gewoon over hem praten zonder dat het wordt. Oh my god. Oh my god! Zal je zien dat hij toevallig deze video wel kijkt. En dan kijk je zo en is van, what the fuck? En hij is van, oh fuck. En dan, oh shit, water. Oh shit. Dit is wel heel fancy hier. Ik hoop dat ik genoeg heb van dingen. Ik denk dit gezegd niet, dus dan moet ik deze onderste rand even met de koppel doen. Maar dat maakt niet uit. Op. De van YOLO. Oké. Okay. Oh, oeps. Zullen we dit gewoon allemaal in met Netherwart? Ja. Dat begint. Of we doen het. Ja, moet wel. Maar dit heeft ook wel iets dat dit zo onderste randjes anders is. Het is helemaal donker, dus het. Oh, sorry. Het zal wel snel moeten groeien eigenlijk. Ik geloof dat het beter groeit in het donker, maar dat weet ik niet eens zeker. Ja. Ik hoor dat van Jim en ik weet niet of Jim te vertrouwen is. Nou, dat heb ik ook niet. In ieder geval, hij heeft in zijn kasteel heeft hij ook zo'n donker kamertje, vond ik. Interessant. Maar groeit het niet vol? Kijk, het is toch ook net iets lager? Ja. Soms is het net iets lager. Ik hak er een beetje in, weet je wel. Hier zit er eentje nog leeg. Oh ja, sorry, ik zie het niet zo goed. Het is donker. Ik zit nog best wel redelijk goed. Ja, maar ik heb mijn brightness op Moody staan. Ah, vandaag. En Conquest staan, en Conquest is de duistere texture pack. The Dark Side.
You don't know the power. Ik denk niet dat iemand dit ooit zal vinden, want waarom kijk je zo naar het water, dan valt het niet eens zo op. Nee, ik bedoel, daar kan je makkelijk overheen kijken. Ja. Bovendien, waarom zou iemand loopt die gewoon langs en denkt, oh, hey, water, en dan loopt hij weer weg. Ik bedoel, waarom zou die helemaal hier gaan staan om erin te kijken? Ja. We hebben een geheime kamer gemaakt die niet gaat opvallen. Verkeer. Dat is meestal de bedoeling van een geheime kamer. Sst. Dat is waar. De groene en de geheime kamer. Oeh. Nu op Settlercraft. Binnenkort in de bioscoop. Oh, dat wordt geweldig. Zet het in de krant. Zeker, we gaan het in de krant zetten. En dan moet het wel... Wacht, we moeten het anders doen. We moeten er 7 delen van maken. En dan noemen we... Ik heb net een woord in de chest van jou. Dat is wel handig, ja. Goed, okay. En dan hoe werkt het? Ik weet dat er iets met gunpowder en... Oké, we gaan even in de klas zitten. Oké, ik heb mijn stok om het aan te geven. Ik heb geen bord, dus doe maar alsof dit een bord is. Dus, ja. Okay. Ga staan, want we hebben geen stoel. Ik sta. Oké. Dus je wil weten hoe brewen werkt. Ja. Oké, dan gaan we toch maar even naar de brewstand lopen, want dat is handiger. Dus de basis voor elke potion, elke nuttige potion die je wilt, moet je eerst... Ik geef de netherward weer. Ja, je weet wel hoe je een brewstand gebruikt, hè? Nee. Oké. Je hebt de bovenste plek en je hebt het dingetje eronder, hè? Ja. Dus er in de dingetjes daaronder, die zijn voor de bij de potions maakt. En daarbovenin doe je het ingrediënt. Dus elk ingrediënt is goed voor 3 potions. Ja. Je hoeft niet alle potions te doen, je kunt er ook eentje uithalen. Dan werkt het alsnog als er maar eentje in zit. Maar goed, om te beginnen moet je eerst gewoon een flesje hebben. En ik heb geen inventory space, ik weet het niet. Hoe krijg je water in? Gewoon eventjes als een bucket? Ja, als je een leeg flesje hebt... Gewoon rechtermuisklik op een water source en dan heb je water. Oké. Doe je dat erin. Dan doe je het netherwort bovenin. Dat is de basis voor elke potion. Dus dan gaat hij even bezig. Je kunt zien dat het pijltje wordt langzaam. Het verder en dan zo meteen zal het klaar zijn. Trouwens, weet je wel hoe je bottles maakt? Hoe ik wat? Bottles. Dat is met glas hebben. Toch? Met glas in de vorm van een emmer en dan krijg je er iets of zo. Oké, okay, nu hebben we awkward potions. Nu hebben we awkward potions, best wel awkward, maar... Bloed. Maar dit heeft nog geen effect, staat er ook bij. Dus, maar dit is de basis voor elke potion. Nu moet je het ingrediënt gaan toevoegen wat de potion de effecten geeft, zeg maar. Dus ik weet niet wat voor potions je wil maken. Ik heb geen idee, ik kijk even boven wat ik erin heb zitten, want ik denk dat het wel kan werken. Nou, wat heb ik? Ik heb gunpowder. Voor mij werkt dat wel, toch? Ja, dat gebruik je op het allerlaatste als je wil dat het in plaats van een potion die je drinkt, een potion die je gooit wordt. Moet je gunpowder erin doen. Oké, wat zijn dus materialen die ik dan kan gebruiken om een effect aan te geven? Nou, als je speed potions wil, die op zich wel handig zijn om sneller te rennen en zo, dan moet je er suiker in doen. Ja, wacht, dat heb ik hier. Oké, nou ja, dan kun je in ieder geval speed potions maken. Eén suiker. Eén suiker, ja. Dat is genoeg. Oké. Oh man. Mijn game begint even hard te lekken. Oh shit. Nou, vertel ik gewoon verder. Als je health potions wil maken, weet je wel, die gewoon wat health erbij doen. Dan moet je glinstering melon hebben. En dat is 1 melon met een golden nugget. Ja. Dan krijg je health potions. En als je regeneration potions wil, dan moet je gas tears hebben. Oké. Die zijn best wel moeilijk te krijgen, maar regeneration potions zijn ook best wel handig. Maar wat ook heel handig is strength potions. Weet je wel, die je sterk maken zodat je heel veel damage doet en alles. Ja? Daarvoor moet je blaze powder hebben. Blaze powder, maar dat is wel makkelijker te krijgen. Ja, op zich wel. Die moeten eerst blazers vinden en ik heb al een tijdje geen blazers meer gekild. Maar fire resistance, dat is ook wel handig. Daar moet je magma cream voor hebben. Wel dat het spul, dat is een slime met blaze powder. Of je gewoon, als je zo'n magma cube kilt, kun je het ook krijgen. Daarmee maak je fire resistant potions. Oké. We gaan verder met de speed potions. Want al die ingrediënten kan ik je later nog wel eens kiezen. Oh, die duurt gewoon 3 minuten. Ja, maar oké, wacht even. Nog niet schrikken. Maar die ingrediënten en alles voor al die potions, die kun je maar wel gewoon een keertje achter me vragen om... Nee, niet doen. Nog niet.
Nog die ingrediënten en alles, die kun je later nog wel aan me vragen hoe dat allemaal zit en zo. Oké. Okay. Maar voor speedpotions, nu zijn er nog twee dingen die je kan veranderen. Eén is dus gunpowder erin doen en ze splash potions maken. Ik weet trouwens niet of je splash potions nog kan bewerken, volgens mij niet. Dus ik zou dat nog maar even niet doen. Ja. Eerst kun je bepalen of je... Op dit moment is het beat 1 voor 3 minuten. Dus is dat bij plus 20% speed. Maar je hebt ook speed 2. Dat is plus 40% speed. Dus dan ga je 2 keer zo snel. Dat is handig, maar dan duurt hij minder lang. Je kunt ook ervoor kiezen om ze langer te maken. En dan heb je speed 1 voor 8 minuten. Ja. Dat is de keuze. Je kunt ze niet beide hebben. Je moet één van de twee dingen kiezen. Nou, doe dan meer speed voor kortere tijd. Oké, nou dan heb je nodig glowstone dust. Dat heb ik volgens mij niet. Dit is trouwens, dit werkt zo bij elke potion, of bijna elke dan. Dus ja, maar dat telkens alleen het ingrediënt om het potion te maken te veranderen. Wat zijn? Je moet je hoeft dan alleen maar de in plaats van suiker iets anders erin te stoppen voor een andere potion. Ja, klopt, maar ik bedoel dat met glowstone dat zorgt dat het sterker wordt en redstone zorgt dat het langer wordt. Dat is zeg maar een beetje hoe dat werkt. Alleen sommige potions zoals Instant Health, die kun je niet langer maken omdat het gewoon één keer gebeurt. Dus dan kun je beter gewoon, dan kun je eigenlijk alleen glowstone erin doen. Oké. Okay. Maar gebeurt dan ook iets als je redstone in doet of niet? Of doe je er glowstone bij om het beter te maken of redstone om het langer te maken? Nou, dan wil ik het beter maken. Maar ik heb volgens mij nog geen glowstone. Nee, geen glowstone, dan haal ik wel even wat. Ik denk dat ik het wel heb. Oh yes. Maar dat is dus wel handig als je dat weet voor het maken van potions. Want dat werkt dus in principe bij elke potion hetzelfde. Alleen sommige kunnen niet sterker worden gemaakt worden. Of sommige kunnen niet langer gemaakt worden. Oké, interessant. Interessant, hè? Het zit hier echt onder met kippen. Ja, dat is echt niet normaal hoeveel kippen hier zitten. Dat is blaze power. Wacht even, waar is mijn glowstone? Ik heb toch wel glowstone? Ah, dat hoop ik. Hoop het ook. Ja, ik heb zeg maar die chest zelf waarin ik al... Oké, dat was dus een knipje, ik weet niet waar het misging. Maar mijn computer zat in één keer vol, het geheugen was vol. En toen stopte Fraps ermee, die zei van, hey Jeroen, ik mag jou niet meer. Dus dat gebeurde. Maar wat hebben ze dan allemaal gemist? Want dat weten we dan niet. Ja, dat weet ik ook niet. Maar we zullen eventjes... In ieder geval, we zijn dus bezig met de potions. En we moesten die glowstone hebben om ze beter te maken. Dus ik heb even glowstone gefixt. Oh, je hebt het al? Ja, ik heb het al. Oké, dit in de nether met het ijs en de cobblestone zwaar chill. Echt, je gaat zo snel. Ja, dat is zwaar chill. Als je dat met een speed potion doet, hoho. Ik weet niet of je dan veel sneller gaat eigenlijk. Nee? Dan wil ik dat wel even uittesten. Oh, ik ben weer terug bij jouw huis. Goed, ik kom er ook aan met mijn dikke SSS Creed stijl. Ik gooi gewoon 2 Ender Pearls. Hax. Holy shit, er vloog net bijna een vogel tegen mijn raam aan. Wat? Ik kijk echt, ik zie opeens iets bewegen daar en ik kijk opzij en er vliegt bijna een vogel tegen mijn raam aan. Oké. Nice. Ja, ik weet wel, vroeger... Toen was eerst zo'n vogel, zo'n duif bij ons. Toen zat ik beneden tv te kijken en was zo'n duif tegen het raam aangevlogen. En toen lag ik op de grond, allemaal spastisch te bewegen, die duif. En ik was helemaal bang van, oh mijn god, dadelijk gaat die duif dood. En toen had ik tegen mijn vader verteld, toen kwam mijn vader van, oh, die is dood. Oh. Want het is zo, ik was helemaal in paniek en mijn vader heel terug, oh, die is dood. Oké, ik heb de glowstone erin gedaan. Oh my god. Nou, wij hebben wel eens een vogel die vloog tegen het raam aan, maar die vloog gewoon weer verder. Dus even knal en dan vliegt hij weer weg. Die vliegt er tegenaan, daarna zegt ze van YOLO, ik vlieg gewoon door. Oh god. Hoe kan het dat die vogels er zo hard tegenaan knallen en het raam het gewoon tegenhoudt? Weet ik niet. Ik vraag me af of er ooit eens een keer een moment komt dat die vogel gewoon dwars door het raam heen vliegt. Zeker, ik ga... En ze zijn nu wel nog maar 1 minuut 30, hè? Ze zijn nu wat? 1 minuut 30. Wat is 1 minuut 30? Oh, dit ding. Ding is, de potions. Nou, YOLO. Maar dus er weer... er nu maar eentje in laten zitten, hè? Helemaal lonely zit hij er. Nou, neem jij die maar mee. Ik heb hem. Beloning voor je harde werken. Oh, speed potion, waarvan ik er echt geen 20 in mijn kist heb liggen.
Okay, YOLO. Ik ga naar de nether toe rennen. We gaan kijken of het in de nether helpt. Ah, dat is wel chill. Het is wel heel chill dit. Niet springen, dat maakt je langzamer als je speedpotjes zet. Oh, ja, dat wist ik niet. Dat weet je nu. Nu heb ik weer iets geleerd, hey. Hey. Met school Mark. Ik ben een Minecraft professional, joh, je weet het. Zeker. Ik speel deze game al 4 jaar, ik weet hoe die werkt. Oeh. Okay. Oh, wacht, wat zie je? Niks. Dus, oh, heb jij dit open gehad? Ik heb de weggehaald. Oh shit, dit gaat wel heel erg snel. Dit is zwaar chill. Ik weet niet of het sneller gaat, maar het gaat wel snel. Dit gaat hartstikke snel. En hier houdt het ijs ook alweer op. Ben ik de verkeerde kant opgelopen? Volgens mij ben ik de verkeerde kant opgelopen. Mij ook, ja. Ik kom alweer terug. Het enige probleem is echt, het duurt niet lang. En dat is wel jammer. Moet echt, ja, dat is wel jammer. Ik was richting de span aan het rennen. Je moet een heleboel van deze potions hebben, wil je even echt lang ermee kunnen lopen, zeg maar. Ja, waarom ligt allemaal rotte fles hier in de nether? Dat is altijd zo, mensen. De ene die gooit het weer, de andere volgende die pakt het erop, die gooit het ook weer weg. Dan komt de volgende, die pakt het ook weer op, die gooit het ook weer weg. Daardoor blijft het daar eeuwig liggen. Hi. Hi, men... Ik heb geen... Wacht, ik pak gewoon een rotte flash. YOLO, ik eet het op. Ik ben wel heel badass op het moment. Ja, het gaat wel sneller denk ik dan normaal, want het is niet uitgewerkt. Dit is wel heel chill. Wie heeft het hier gemaakt? Die ijs. Jurgen heeft het ijs neergelegd en ik heb cobblestone gedaan. Dat is wel heel chill. En Jurgen wist niet dat het nog sneller ging met die kobbel. Die heeft al het eerst alleen ijs neergelegd. Ah. Maar kijk, als er alleen ijs is, gaat het veel langzamer. Zeker, dus ik eerst 2 seconden toen... ik zat eerst, Toen net was gelegd, toen was het alleen ijs en ik ging overheen. Dus het gaat hartstikke langzaam als iemand neerleggen. Ja, als er alleen ijs ligt, dan moet je er wel overheen springen. Alleen dan gaat het lang niet zo snel als er nog iets boven zit. Maar om een van de redenen, als je ook op ijs springt... Om een van de redenen geeft dat als je een soort boost naar voren... Dus hoe sneller je kunt springen op ijs, hoe sneller je gaat. En op maar ik denk ijs, wel... ijs werkt heel vreemd, want normaal als je springt krijg je al een boost naar voren. Daarom gaat het sneller als je springt, terwijl je sprint. Maar op ijs loop je normaal gesproken langzamer. Dus als je daar gewoon overheen sprint, ga je langzamer dan sprint over gewoon blokken. Maar om een van de redenen, als je dan springt, word je nog verder geboost. Want sprintjump over ijs is de snelste. Dat is echt heel random. Maar ja, dat is ijs. Ijs is raar. Ijs is een beetje een gek materiaaltje. In ieder geval, ik denk dat hier wel een mooi einde is van deze aflevering. Anders duurt het weer veel te lang. Dus vond je het nou een leuke video? Geef dan vooral blauwe duimpjes omhoog. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat Mark er ook heel blij mee is. Ja, zie je me springen dan. Zeker, ik bedoel. Abonneer ook zeker op Mark. Het is wel Engels. Nederlands UHC. Maar dat maakt niet uit, YOLO. Dus gewoon doen, abonneer op hem, abonneer op mij. En heb jij nog iets te zeggen? Nee. Oké, snowball to the face. Ah, nee. Hahaha. Yo mensen, tot de volgende keer. Later.